Ik ben Dusanne Liebaert, ik ben de zomernetwerkdirecteur en ik coördineer 16 zomerscholen. 15 basisscholen verspreid over de stad Antwerpen en 1 zomerschool voor de eerste graad van het secundair onderwijs. En wij bereiken zo een kleine 700 leerlingen. Ik werk voor het stedelijk onderwijs eigenlijk voor alle scholen overkoepelend als expert innovatie. En heel concreet wil dat zeggen dat een directiecomité, als die een opdracht hebben van hier moeten we eens induiken, dit moeten we eens onderzoeken, dat eigenlijk in mijn bakje terechtkomt. En dan ga ik kijken van wat is hier mogelijk, wie moeten we daarop inzetten. Ik vorm dan een netwerkje van een aantal mensen die daarbij betrokken kunnen zijn. En dat kan zowel logistieke ondersteuning als pedagogische ondersteuning zijn, afhankelijk van het project. En ik doe dat dan totdat we voelen van dit pakt wel verf. En dan gaat dat eigenlijk naar wat wij noemen de reguliere of de dagelijkse werking, waar onze ondersteuners dat overnemen en de scholen dat overnemen. Er is ook een aantal boeiende projecten al gedaan. Ik ben Margot en ik sta dit jaar als zomerdirecteur in Zomerschool Academie Deurne. Het tweede jaar dat ik de zomerscholen binnen het stedelijk onderwijs mee begeleid. En dat vind ik super fijn. Dagelijks ben ik gewoon klasleerkracht in een stedelijke basisschool. Doe het samen. Sleep. Ik denk dat wij als stedelijk onderwijs, buiten de zomerscholen vanuit de inburgering in onze stad, na corona wel gemerkt hebben dat ook andere kwetsbare kinderen in onze samenleving wel wat extra ondersteuning en remediering konden gebruiken. Dus ik ben heel dankbaar dat stedelijk onderwijs dat is opgestart. En ik denk dat ik heel veel goesting had vooral, denk ik, om dat 2 weken mee te ondersteunen. We maken denk ik voor de kwetsbare kinderen in onze maatschappij wel echt een verschil door die 2 weken zomerschool in te richten. Op hun niveau, met heel geëngageerde mensen, met een mooie omkadering, bereiken wij denk ik wel mooie dingen hier voor de zomerschool. Hier gaan jullie. Succes en groetjes aan de kinderen op de zomerscholen. Wij hebben heel bewust gekozen voor verhalend leren, omdat als je werkt met de doelgroep waar dat er een hoge leer- en zorgnood is, is het belangrijk dat het hele project van de zomerscholen avontuurlijk is. Leerlingen komen vrijwillig. Als zij willen blijven komen, dan moet er iets spannend zijn, iets dat zij willen weten. Dus wij verbinden hen eigenlijk vrij snel met het verhaal, personages waar dat zij zich mee kunnen identificeren. Personages zijn heel verschillend, dus je kan je identificeren met een lieftallig personage of met iemand die heel sterk is. En sowieso is er uiteraard een plot. Zoals in elk goed verhaal gebeurt er van alles. Dus elke dag komt daar ofwel een videofilmpje binnen, ofwel een geluidsfragment, in ieder geval een gebeurtenis, waar kinderen het over hebben. En dat is waar het bij ons over gaat, is dat onze doelen zijn taalversterkend werken, zowel spreekvaardigheden, de spreekdurf. Transportmiddel. En door die spanning, en dat is heel mooi om te zien, zijn er altijd leerlingen die aanvankelijk niet echt veel durven zeggen, maar die eigenlijk door het verhaal gegrepen worden en beginnen te vertellen. Waar kan die wonen? De boerderij. Dat kan niet. Dat kan. Je mag je fantasie gebruiken. Je mag iets verzinnen. Gaat jouw giraf op de boerderij wonen? Ja. Een ander aspect aan dat verhalend leren wat belangrijk is, is dat dat geïntegreerd is. In een gewone school, dus het dagonderwijs zoals we het normaal kennen, ja, dan zijn het echt wel onderwijsactiviteiten na elkaar. En de meeste zomerscholen kiezen ervoor om in de voormiddag onderwijsactiviteiten te doen en in de namiddag te spelen. Een beetje zoals de speelpleinen. En ook eigenlijk weer uit onderzoek hebben we geleerd dat de geïntegreerde aanpak, dus dat spelen, leren, als dat mooi in balans is, zet je natuurlijk ook heel mooi in op die 2 pijlers welbevinden leerwinst. Zo werkt het brein, hè? Hoe gelukkiger, hoe meer dat we ook leren. Dus dat is heel mooi om te zien en daarom hebben we ervoor gekozen om dat zo op te zetten. Is er nu heel rustig in de klas? Ja. En jullie hebben gisteren allemaal een boek gekozen. Hebben jullie nu eindelijk eens tijd om 20 minuutjes, een kwartiertje, niet langer, even een rustig plekje te zoeken in de klas, hè? Of in de gang. Ja. Achteraf komen we terug samen en ik wil eens van jullie horen. Wie is het hoofdpersonage van jullie boek? Mechten.
Tom, Mechto, Juan, Sus. We kijken naar de beginsituatie van de kinderen. Hoe hebben we de kinderen dan op basis van de beginsituatie goed kunnen indelen? Hè? Welke groepjes zitten we bij elkaar? Welke nesten vormen we? Om zowel qua veiligheid en welbevinden voor de kinderen hoog te scoren, maar ook naar leerwinst. Hè? Want als ze natuurlijk een gelijkaardig ontwikkelniveau hebben of aan dezelfde zaken nog moeten werken, dan is dat fijn dat we die kinderen bij elkaar kunnen zetten voor bepaalde activiteiten. Als je antwoordt, antwoord je dan, Sofiane, in woorden? Of antwoord je in zinnen? In zinnen. Je probeert zinnen te maken met jouw antwoord. Oké. Okay. Wij zitten elk bij een groepje, wij helpen jou erbij, mocht dat niet lukken. Ja, maar we proberen in zinnen te antwoorden en in zinnen te spreken. Kan je mij herhalen? Wat zouden ze? Wat zouden ze dan zeggen? Ja, super. We hebben een programma gekregen. Dat is opgesteld door de Pedagogische Begeleidingsdienst van Stedelijk Onderwijs. Ze hebben dan ook een theatergezelschap aangeschreven die meer het verhalend leren vormgeven met video's. En als leerkracht krijg je dus op een OneDrive toegang tot zowel een Padlet waar alles per dag op staat, met video's en documenten die ze kunnen gebruiken, maar ook een programma met uitgeschreven lessen voor de niet-lezers, voor de lezers, van hoe dat een kring juist in elkaar zit, tot welke werkvormen kan je gebruiken voor de groepsdynamiek te versterken. Zij vertrok aan de kliniek. Hij bleef staan op de drempel en stak zijn hoofd naar binnen. De deur zwaaide terug tegen de hak van zijn... Waar verhalend leren vooral op inzet, is uiteraard taal. Hè. Een verhaal op zich is al heel talig. Taal in combinatie met beeld, hè, want dat is ook... Dat weten we vanuit het brein. Als je die twee combineert, dan veranker je veel makkelijker de taal. En dat maakt dat we op die manier eigenlijk de leesvaardigheden ook... Hè, het verhaal wordt niet alleen bekeken, er wordt veel gelezen, veel voorgelezen. En dat weten we uit onderzoek. Als je echt op hele korte termijn, want 10 dagen is niet veel... Hè, als je daar verschil wil maken, ja, dan moet je wel heel doelgericht te werk gaan. Maar leesvaardigheden staan dan wel op de top... waar je een verschil kan in maken. Verhalend leren, taal, leesvaardigheden, het welbevinden, het gaat allemaal zo mooi hand in hand, dat we ook zien, kinderen zijn inderdaad heel gelukkig hier. Dat is een soort van flow dat ontstaat tussen begeleiders. Iedereen hier is overtuigd dat ze voor elke leerling een verschil kunnen maken. En niet alleen als individu, maar vooral het team van begeleiders. Dus wij zitten heel erg in dat heel dat team samen overtuigd is. Wij maken een verschil hier en wij delen onze kennis. Dus dat herhalen, heel sterk, herhalen van woorden en om ook een beetje associëring te maken. Ja. In de zomerschool, omdat we het heel belangrijk vinden dat we als team ook er zijn voor elkaar en samen nadenken, hebben we ervoor gekozen om de zomerschool tot om 4 uur. Dan worden de kinderen opgehaald door hun ouders. En van 4 tot 5 zijn wij hier nog. Wij denken samen na. Dat kan zijn dat we samen een bepaalde werkvorm voor morgen even uitwerken en iets allemaal even ervaren. Hoe is die werkvorm? Op dat moment denk ik dat de zomerdirecteur een beetje de regie in handen neemt om zijn eigen team goed te ondersteunen, maar ook vooral te horen. Oh, dat liep daar vandaag een beetje moeilijk. Heeft iemand in die team daar een tip voor? Of hoe pakken jullie het in de klas aan? Ik denk door dat samen als team te bekijken, dat de dag erna voor iedereen fijner werken is. En zo hopen we denk ik ook wel onze eigen leerkrachten en andere studenten die zich hier enorm voor engageren, ook wel nog wat extra bagage mee te nemen voor een nieuw schooljaar. Het is ook een platform Zomerschool Vlaanderen. En op dat platform werden er ook verschillende soort van webinars georganiseerd. En dan kon je heel gemakkelijk aanmelden om die te volgen. Ik heb daar voor mezelf dan misschien vooral nog wat extra bagage als... Ik ben geen directeur in het dagelijks leven. Hoe pak je zo'n heel team mee? Ik denk dat mij vooral geïnspireerd heeft op een aantal vlakken. En dat die inspiratie dan nu in deze zomerschool meedraait. Dus ik denk dat op die manier er toch weer wat heel wat extra informatie gedeeld is. Natuurlijk is elke zomerschool ook een beetje anders. En met dat stedelijk onderwijs dat heel hard richt op het verhalend leren en samenwerken en het sociaal. En het lezen heel erg voorop stelt. Was dat niet altijd meteen overlappend, maar ik denk coördinerend heb ik daar wel heel veel uitgehaald. Ik ben wel blij dat er een overkoepelend initiatief is van Zomerscholen Vlaanderen. Bij de start eigenlijk, als je in de voorbereidende fase zit,
ja, daar heb je toch wel altijd een aantal vragen. En dan was ik heel blij dat ik contact kon maken met Lidwin, die mij dan toch wel hier en daar geholpen heeft met antwoorden te vinden. De webinars, ik vind het heel goed dat die ook opgenomen waren. Dus als je niet aanwezig kunt zijn, dat je die ook achteraf nog kunt bekijken. Ik heb het geluk gehad dat ik een paar keer aanwezig mocht zijn. Dus ik vind het, ja, ik denk dat dat ook nodig is, hè, dat we overkoepelend ook daar op dat vlak kennis delen. Als iedereen op zich alles moet gaan uitzoeken. Ik blijf het zeggen, wij zijn heel gelukkig dat wij een grote inrichtende macht zijn. En ik besef dat ook. Wij hebben een hele mooie omkadering. Maar dat is niet iedereen gegeven. En in Vlaanderen heeft elk kind recht op een goede omkadering en een mooi programma. Dus voilà, Zomerschool Vlaanderen, ik zou zeggen, blijven doen.